Goedemorgen lieve mensen, vandaag is zondagochtend. En we gaan iets heel spannends doen. The longer I've waited. Ja. Ik weet nog steeds niet. Zie je zo. Tot zo. Tot zo, mami. Tot zo. Jojo. Oké, neem jullie mee naar deze bijzondere, aparte iets. Oké, ik heb daar geparkeerd. En het is daar. Ergens. Ja, ik zal maar eventjes zeggen, waarschijnlijk kon je het ook wel aan de titel van deze video zien. Ik ga dus een tatoeage laten zetten. En dat is best wel raar voor mij, want ik ben eigenlijk opgegroeid met het idee dat tatoeages asociaal zijn. En ja, weet je, dat een beetje ordinair is enzovoort. En ik heb het zelf ook lange tijd gewoon echt best wel gewoon lelijk gevonden. Gewoon zonde. Maar ik volg eigenlijk al, denk ik wel meer dan, nou, ik denk al een paar jaar of zo, een aantal tatoeageartiesten die heel erg mooie natuurlijke dingen zetten. En ik heb één keer een soort van bodypaint iets laten zetten op mijn arm en dat vond ik echt heel erg leuk. En nu heb ik eigenlijk besloten dat ik dat eigenlijk wel gewoon heel graag wil. En nu was een van die artiesten was in Nederland 2 weken. Dus heb ik gemaild en vorig jaar was ik te laat. En nu was ik op tijd en kon ik vandaag komen. Dus ik ben heel benieuwd, want ik heb het hele ontwerp nog niet gezien. Terwijl ik dus wel alles in detail heb doorgegeven wat ik graag wilde. Dus ik hoop maar dat ik het ontwerp leuk vind. Want anders vind ik het vast heel lastig om te zeggen dat ik het niet leuk vind. Ik vind het echt super spannend. Ik ben eigenlijk volgens mij nog nooit in een tattoo iets geweest. En dat moet ik dan nu ook nog in mijn eentje doen. Omdat ja, Joyce gaat niet mee, want ja, gaat niet met Hunter daarheen. Dat vind ik niet... Dus ik vind het wel best wel ongemakkelijk en spannend, maar ik vind het ook wel heel wel leuk ofzo. Oké, we're in. Hier is het inmiddels, het is nu erop gedaan met een stencil ofzo. Ik heb hier echt nul verstand van. En dit moet nu even drogen. Hij was eerst nog verder naar links, maar dat vond ik niet zo fijn. Want ik denk, ik wil ook niet dat je te veel ziet als je je arm gewoon zo hebt. Dus nu is het zo. Ik ben echt, het is echt raar dat dit de laatste keer was dat ik mijn arm zonder iets zag, maar oké. Ik heb er nu voor gekozen, dus ik ben wel echt, oh ja, dat is echt, je ziet het nu altijd als ik zo wil, hè? Maar goed. Ik vind het wel, reeds spannend. Even een kleine pauze. Even koeken eten. Kijk, hier staat een soort van tekenvoorbeeld. Inmiddels is ze zover. Wat ik echt heel cool vind is dat het zo subtiel is, zeg maar. Zo, ja, geen dikke lijnen of wat dan ook. Dat vind ik echt heel tof. Oké, we zijn nu 3 uur verder. En ik heb nu een kleine pauze. En dan... gaat ze het helemaal inkleuren. Dus ik vind het wel, ik vind het heel mooi hoe gedetailleerd het is, maar dat zei ik net al. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe het wordt. Ja. Oké, daar komen alle kleurtjes. Oh mijn god, dit is zo pijn. Volgens mij heb ik echt nog nooit zoveel pijn gehad. Het is echt niet normaal. Ik had echt niet verwacht dat het zoveel pijn zou doen. Terwijl ik normaal echt niet zo snel piep, maar dit. Ik ben inmiddels even op de wc, dus ik kan vrijuit praten. We zijn zover. De helft is ongeveer ingekleurd. Nou, ik heb echt nog nooit zoveel pijn gehad als dit. Echt. Ik weet niet wat, misschien is het bij mij een extra gevoelige plek of zo, maar het is echt ziek pijn. Gewoon dat je echt denkt, nou, dat kan ik gewoon niet handelen. Gewoon zo pijn. Zijn er meer mensen die deze ervaring hebben bij het inkleuren? Het was eigenlijk al heel pijnlijk bij het gewone. Toen zei ze, ja, bij het inkleuren gaat het wel echt pijn. Toen dacht ik, oh my god. Nou, echt. Ik bedoel, ik had pijn bij IVF dingen, maar dat is echt een schijntje van dit. Het
Dit is echt, terwijl ik heb best wel gewoon een hoge pijngrens. Ja. Dus dat ik gewoon best wel ergens tegen kan. Maar dit? Nah. Oh mensen, het is inmiddels al 8 uur geweest. Ik dacht dat ik was hier om 11:30. Oh my god. Oké, ik zie dat het zo lang zou duren. Het was een heel verhaal over herstel en zo. Dus ik hoop dat dat een beetje goed gaat. Want ik ben nooit zo goed met de tijd nemen voor genezen en zo. Maar goed. Let's go home. For my peace of mind. Let it all go. Out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Ik zal nog even vertellen wat de betekenis van deze tatoeage is voor mij. Pieter Konijn staat voor puurheid, voor kinderlijke onschuld, voor dat je gewoon goed bent zoals je bent als je geboren wordt als kind, als baby. En daaromheen staan allerlei dingen zoals mos, wat staat voor mildheid. Mild zijn naar jezelf, naar je omgeving, bosbessen, struik en dennetak. Dat gaat terug in mijn jeugd, waar ik ben opgegroeid. Waar ik heel veel gevoel bij heb en nog steeds heel fijn bij voel, zeg maar, in het bos. Lavendel staat voor Frankrijk. Daar heb ik ook een bijzondere band mee, zeg maar. Gras voor vrijheid. En dat tezamen vond ik dit gewoon heel mooi. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat gerust weten. Je mag het lelijk vinden. Je mag het een lelijke plek vinden. Whatever. Ik ben er heel erg blij mee. Nog even voor iedereen die het wil weten. We zullen de komende tijd video's uploaden als wij denken dat we iets te vertellen hebben. Dat zal dus niet met regelmatige basis zijn. Want je hebt nou eenmaal niet altijd iets heel boeiends in het leven. Soms is het gewoon hartstikke saai. En dan willen we niet vloggen omdat we moeten vloggen. Dat is het. Bedankt in ieder geval voor het kijken naar deze video. En tot een volgende keer. Dag! I let it all go out the window.